dat is inderdaad niet die uitslag die wou ik hebben voor de wedstrijd. Maar oké, we hebben eigenlijk 25 minuten goed gehandbald, de eerste helft. En dan weer de tweede helft hebben we niet slim gedaan. Weer te veel eigenlijk technische fouten. Ook verdedigend, te veel individuele fouten. En scoren we net te weinig. Je ziet ongeveer hetzelfde scenario als een week geleden. Dat onze aanval begint te haperen, zodat ik zou zeggen. En dan kunnen we geen doelpunt maken. En dan probeer je op verschillende wissels dit terug te draaien. Maar het gaat niet. De tegenstander komt steeds dichterbij en dichterbij en overeen. En toen zijn we gebroken. Ja, dank u. Het was echt spannend. We hebben moeten vechten en knokken tot het einde. Ja, maar we waren niet zo goed begonnen, maar we hebben er echt goed opgepakt. We hebben echt gevochten tegen een ploeg. Ja, inderdaad. Een heel rare wedstrijd die voor ons absoluut niet goed begon. Wij zaten totaal niet in ons juiste ritme. We vonden de oplossingen in aanval niet en in ons dekking waren we veel te laks gestart. Maar ik denk dat we ons ook hadden ingesteld op een ander spel van Merksem, wat toch wel normaal gezien iets trager was. En hier zaten echt wel veel variaties en veel snelheden in waar we niet op voorbereid waren. Ja, dat is echt vrij zuur. Hè. We beginnen echt heel goed. En we komen goed voor en we blijven echt ons ding doen en we hebben ze volledig onder controle eigenlijk. En dan fysiek denk ik dat we wat te beperkt zitten momenteel. En dat we dit geen hele wedstrijd kunnen trekken op deze tempo. En dat uitzicht dan in stomme fouten en golen die AKT krijgt op een stomme manier. Die dat niet zou mogen, maar die dat wel telkens gebeuren in de belangrijke fases. En daar hebben we ons al veel punten gekost dit jaar. En, maar